Welkom bij Spellers, al leuk dat jullie weer kijken. En dit keer met jullie een blik op Tavern Trouble, uitgegeven door Eclosion Games. Het is een spel voor 2 tot 6 spelers waar je ongeveer een 15 minuutjes mee bezig bent. En in dit kaartspel probeer je verschillende barbaren, monsters en ander tuig op elkaar af te sturen om elkanders levenspunten tot 0 te reduceren. Daarbij moet je aan de ene kant een beetje inschatten wat andere spelers doen, gebruik maken van de speciale eigenschappen en aan de andere kant zit er ook een gezonde dosis geluk in. Degene die als laatste overeind blijft staan, wordt de winnaar van Tavern Trouble. Dus laten we maar eens gaan kijken wat er in de box zit. Het spel is bedacht door Delphine Druel en wij krijgen de spelregels in onder andere het Engels. En de regels zelf zijn eenvoudig en duidelijk neergezet. Met nog een uitleg van de verschillende symbolen en de speciale karakters die je tegen kan komen. Verder krijgen wij voor elke speler een marker en een bordje waarop je je levenspunten bijhoudt. En we krijgen natuurlijk de verschillende kaarten waar we de strijd mee gaan voeren. De standaardkaarten met de nummers en de speciale karakters die je eventueel ook nog toe kan voegen om het spel nog wat uitdagender te maken. Dat is wat we krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit. Elke speler krijgt een spelersbordje en een marker. Je begint met 20 levenspunten. En we leggen de stapelkaart in het midden van de tafel. We wijzen willekeurig een startspeler aan. Die begint. En dan zijn we eigenlijk klaar om te gaan spelen. Het doel is om de levenspunten van de andere spelers te reduceren tot 0. Als jij degene bent die daar als laatste overblijft, ben je de winnaar. Dus zo zetten we hem op. Tijd om te gaan spelen. Het spel wordt gespeeld in rondes en we gaan net zo lang door tot er een winnaar naar voren komt. En elke ronde bestaat uit 4 stapjes. De eerste stap is het dealen. De startspeler die schudt de stapel kaarten. Die deelt elke speler 2 kaarten. De tweede ronde is de draw phase. Elke speler kijkt naar de 2 kaarten, zonder die aan de andere spelers te laten zien. En beginnend met de speler links van de deler, mag die een 3e kaart vragen. En daarna mag je eventueel nog een 4e kaart vragen. Maar wat ben je aan het doen? En ik ga mijn hand even openleggen. Wat je wil doen is je wil zo dicht mogelijk bij de waarde 9 komen. Dus ik zit op dit moment op 2. Dus ik zeg, doe mij maar een kaart. En voor jullie beeldvorming, de kaarten zijn genummerd 1 tot en met 9. En elk nummer zit er 3 keer in. Overigens nog wel even leuk om te zien, het artwork op de kaart is echt fantastisch, erg humoristisch getekend. Erg leuk om naar te kijken. Maar in de tweede fase mag je dus een kaart bijvragen. Dus ik zit op 2, dus ik zeg, doe mij nog maar een kaart erbij. Dan zit ik op 5, niet helemaal ideaal. Dus ik zeg, doe me nog maar een extra kaart. En dat is de laatste kaart die je maximaal kan krijgen. En in dit geval is mijn waarde 7. Mocht het zo zijn dat ik een kaart pak en over de 9 heen ga. Als je over de 9 heen gaat, tel je alleen maar het laatste getal. Dus 12, het laatste getal wat ik heb is 2. Dus mijn score is nu 2. Dan zit ik waarschijnlijk niet zo heel dicht bij de 9. Maar ik had meer geluk in mijn voorbeeld, dus ik hou het eventjes bij dit voorbeeld. Nadat alle spelers de kans hebben gehad om te drawen, ik ga ze eventjes allemaal openleggen. De derde fase is het spelen van een ability. Nadat iedereen zijn of haar kaarten heeft gepakt, als je dan 2 of meer kaarten van dezelfde soort hebt, zoals ik hier 2 ene heb, dan mag je de speciale eigenschap gebruiken die daar onderaan staat. Afgebeeld. Je moet deze kaart ook aan iedereen laten zien dat je daadwerkelijk 2 dezelfde hebt. En het gebruik van de speciale eigenschap haalt de kaarten niet weg uit jouw battlescore. Dus ze blijven gewoon meetellen. Bij mijn speciale eigenschap geven de mogelijkheid om mijn hand te ruilen met een andere speler. Ook deze eigenschappen, we beginnen weer bij de speler links van de dealer. Dus Googly Eyes, die heeft dat niet. Army Guy, die heeft inderdaad 2 negers. En die mag healen. Nou ja, die pakt er nog eventjes 3 levenspunten bij. En vervolgens denk ik van, oeh, 2 negers. Doe mij jouw hand maar. En dan gebruik ik mijn speciale eigenschap om de hand om te ruilen. Mocht je zelfs 3 of a kind hebben, dus je hebt 3 keer hetzelfde getal, dan krijg je naast de ability ook nog eens een keer 10 levenspunten terug. Dus dat is ook leuk.
En dan gaan we naar de laatste fase en dat is reveal en score. Nadat alle abilities zijn afgehandeld, gaan alle spelers laten zien welke getallen ze hebben. We kijken wie het dichtste of exact op de 9 zit. Nou, in mijn geval zit ik op 8. Tegenover 15, dat is een 5, tegenover 7. Dus mijn 8 zit het dichtste bij de 9. Dus ik ben de winnaar en alle andere spelers verliezen levens gelijk aan het verschil tussen mijn getal en hun getal. 8 tegen 7 betekent 1 levenspunt. 8 tegen 5 betekent 3 punten eraf. En dan is de ronde voorbij. Alle kaarten worden weer opgeraapt en weer opnieuw geschud. De dealer gaat met de klok mee naar de volgende speler. In dit geval wordt dat Googly Eyes. En die deelt iedereen weer 2 kaarten. En dan mag beginnen met Army Guy. Die kiest of hij 1 of 2 extra kaarten wil, etc. Abilities en reveal. En zo gaan we vrolijk verder tot er nog maar 1 iemand is met levenspunten. En die is dan de winnaar van Tavern Trouble. Dan hebben we nog de bijzondere karakters. Dat zijn deze 6 figuren. Jullie zien ook dat daar geen getallen op staan. Deze karakters kun je toevoegen om het spel nog wat extra jeu te geven. Deze karakters hebben allemaal speciale eigenschappen. De meeste van deze karakters, op het moment dat je ze trekt, leg je ze voor je neer. Of voor een andere speler. En doen ze een speciale eigenschap. Maar deze staan ook natuurlijk allemaal achterin uitgelegd. Bijvoorbeeld de baby draak, als je die pakt, leg je die voor je. En die geldt als een bescherming. Plus je pakt gelijk weer een nieuwe kaart, zodat je weer aanvult. En wat je hiermee kan doen is, als jij damage krijgt tijdens de reveal fase, dan mag je de hoeveelheid damage die jij krijgt ook nog aan iemand anders uitdelen. En zo heb je dus ook bijvoorbeeld de barmaid, de innkeeper, die leg je voor je. Je pakt een nieuwe kaart en daarna mag je deze beurt verder geen kaarten meer pakken. Dus je moet spelen met de hand die je hebt. En zo heb je allerlei verschillende karakters die grappige eigenschappen toevoegen aan het spel. Maar zo wordt Tavern Trouble gespeeld. Tavern Trouble is een vermakelijk snel kaartspelletje wat prima als tussendoortje kan fungeren. De regels zijn zo uitgelegd, je probeert zo dicht mogelijk bij de 9 te komen en tegelijkertijd listig gebruik te maken van de speciale eigenschappen. En dat doet sterk denken aan het blackjack mechanisme, het 21. Je kunt een kaart vragen en eventueel zelfs nog een tweede kaart. En daarbij hoop je dat je de juiste getallen krijgt of misschien 2 keer hetzelfde getal om een speciale eigenschap te triggeren. Snel, simpel en degene die het beste bij de 9 zit of precies erop zorgt ervoor dat de andere spelers damage krijgen. En zo gaat het ook redelijk snel. Daar kun je nog een keer de 6 bijzondere karakters aan toevoegen en dat maakt het spel nog willekeuriger en dan kan er nog meer gekkigheid gebeuren. En dit spel heeft gewoon een relatief hoge geluksfactor, want aan het begin van elke ronde worden alle kaarten weer opnieuw geschud. Dus tellen zoals we dat in Blackjack kunnen doen, een beetje kijken wat voor kansen er nog in het deck zitten. In de basis is dat niet van toepassing, maar je kan natuurlijk altijd zelf als regel invoeren dat die pas geschud wordt als de stapel leeg is. Het artwork van de kaarten vind ik erg tof gedaan, dat spreekt me erg aan. Leuk om te weten, de 3 kaarten in elke cijferreeks vormen samen ook nog een klein panorama, mini verhaaltje. Maar er zit gewoon heel veel detail in en het ziet er gewoon erg leuk uit. Een beetje in de D&D style, dat soort figuren. Leuk om naar te kijken. En daarnaast, omdat er elke ronde 1 winnaar is en de rest dus klappen krijgt, gaat het ook lekker snel. En dat maakt Tavern Trouble gewoon tot een prima party spelletje. Het ziet er fraai uit, de regels zijn toegankelijk, het speelt snel. Er zit een redelijke geluksfactor in, waar niet iedereen evenveel van gecharmeerd zou zijn, maar ik vind hem niet storend omdat hij zo lekker snel gaat. Het is gewoon een vermakelijk tussendoortje. Zeker als je een beetje fan bent van dit thema met heel fraai artwork. En daarom heeft het voor mij een dikke 6 gekregen. Spellenzolder.